Ja, gelukkig dan, en ook wel een klein beetje bezorgd. Moet ik, ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat de ziekenhuisbezettingen natuurlijk wel hoog zijn. En dat we wel met de allergrootste zorg en verantwoordelijkheidsgevoel het terras woensdag gaan openen. Wij gaan er in ieder geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat de omgeving binnen ons terras en binnen ons bedrijf veilig is. Voor onze mensen en voor onze gasten. En laten we hopen dat de mensen buiten ons terras hetzelfde gevoel en hetzelfde verantwoording gaan nemen. Dubbel. Het is dubbel. Aan de ene kant heel erg blij natuurlijk dat we eindelijk na zo'n hele lange periode, half jaar, meer dan een half jaar dicht zijn geweest. Natuurlijk open mogen. Super. Maar aan de andere kant, als je de kranten leest, dan vind ik het heel bedenkelijk om open te gaan. De cijfers die zijn dermate slecht. De IC's lopen vol, je leest over code zwart. En als wij dan hier met z'n allen een feestje gaan vieren, dan heb ik toch in mijn achterhoofd het ziekenhuispersoneel. Ja, ik ben nog nooit een half jaar dicht geweest. Ik ken dat helemaal niet. Weet je, ik ben al 19 jaar ondernemer. En om zelf niet aan het stuur te zitten en de snelheid te bepalen, dat is wel iets van de meest lastige dingen geweest van de afgelopen periode. Maar we blijven positief. Yes, we mogen weer. En wij hadden eigenlijk zelf een beetje op 1 juni gerekend. En dat het nou in één keer 28 april al wordt. En dat bevrijdingsdag er nog aankomt, hemelvaartsdag. Dat zijn toch wel allemaal dagen waar de horeca het moet hebben qua drukte. En ja, ik weet niet hoe dat allemaal gaat. En tot hoe laat we dan open mogen en dat soort dingen. Het terras ziet er zometeen als volgt uit. We hebben 50 personen die we mogen herbergen op het terras. En die moeten allemaal op 1,5 meter afstand kunnen zitten. Met maximaal 2 personen aan 1 tafel. Met uitzondering van een huishouden, die mogen met meerdere mensen aan 1 tafel zitten. En wij moeten ervoor zorgen dat mensen die binnenkomen een gezondheidscheck doen. En zich, als ze willen, registreren voor het bron- en contactonderzoek. En vervolgens kunnen wij ze plaatsen en zorgen wij zoveel mogelijk dat onze personeelsleden ook met afstand de mensen bedienen en verzorgen. Hey, wij mogen, zoals je achter je ziet, mogen wij een klein beetje uitbreiden nog naar de buren. En dan hebben we 24 mensen die we op het terras kunnen hebben. Dat is de vraag. Als we van 12 tot 6 komen zitten en niet alleen een kopje koffie nuttigen, maar ja, als die plaatsen goed bezet blijven en men blijft drinken, dan kunnen we over het algemeen wel onze stamgasten overlaten. Maar ja, dan ja, moet het zien. Je kunt bij ons de hele dag door dineren, dus we hebben een complete kaart de hele dag. En, maar mijn idee was eigenlijk om 11 uur te beginnen in plaats van 12 uur. Om het publiek een beetje beter te kunnen gaan spreiden. Als je om 12 uur begint, dan begin je gelijk een lunchtijd. En heb je gelijk een volle bak. Wil iedereen een tafel bemachtigen. En als je nou iets eerder begint, dan kan je dat iets beter spreiden. Dus vandaar dat ik 12 uur niet zo'n handig tijdstip vind. Nou, we hebben al wel heel veel vragen gehad van mensen of ze moesten reserveren. Dus de hoop is goed in ieder geval dat de eerste week goed bezet is. En de tweede week ook. Ja, daarna is het natuurlijk weer gewoon dat de horeca open is. En, Ja, heel veel mensen werken ook thuis, dus het is vakantie voor sommige mensen. Dus ja, hoe dan ook, ik verwacht die 50 plekken die gaan sowieso de hele dag vol zitten. Ja.